Een hele goede avond. Met Jan op Pannenkoek, Herbers, Hyundai. Zo, jullie zijn er vlot bij. Ja, mooi hè? Ik druk net op de knop om jullie vet aan te vragen, ja. Hi, goedemiddag. U spreekt met Niek van Oostenop Auto. Nou, daar is wel heel snel. Ja, goede service hè? We hebben voor Coldrip gekozen om toe te voegen aan ons bestaande leadproces. En daarbij zien we nu al dat daar waar we eerder onze klanten opvolgden in 62% binnen een uur, nu al 83% binnen anderhalve minuut. We zijn met Coldrip gestart door Hyundai natuurlijk in eerste instantie. We zijn vooral gestart met Coldrip door de snelle reactietijd. Hè? Snelle opvolging van de leads, meer succes. De verwachtingen van Coldrip toen wij ermee starten was een veel snellere opvolgtijd. Nou, dat hebben we gehaald. En tegelijk is het niet alleen maar een stukje software wat ervoor zorgt dat wij sneller in contact komen met onze klant, maar ook gecoacht worden. Het zorgt ervoor dat we ultiem doseren ook naar de vestigingen. Voordat we begonnen met Coldrip waren we wel heel benieuwd hoe dat zou gaan. Er wordt natuurlijk een verwachting geschetst. En dan is het best spannend als de eerste keer in de telefoon overgaat. Een beetje sceptisch, maar toch ook wel heel nieuwsgierig. We zijn natuurlijk gewend om de telefoon zelf op te pakken of te bellen wanneer we dat willen. Of de e-mail te beantwoorden. Maar nu werd het voor ons gedaan. Dus we waren wel heel nieuwsgierig daarna. De reacties van de klanten zijn over het algemeen heel verrassend. Ze vinden het heel leuk dat ze zo snel gebeld worden. Ze zijn vaak nog achter de computer, dus ze zitten nog helemaal in het moment van de auto. Klantreacties zijn zeer positief. Je hebt er natuurlijk ook wel eens bij die het een te grote verrassing vinden. Maar goed, daar vinden we onze draai ook wel weer in. Maar klantreacties zijn allemaal positief. Het is een hele goede start. Voor je gesprek, zeker met de klant die online zijn zoektocht start. Ja, de reacties zijn best wel heel erg leuk om te horen. Vooral als je de klant direct aan de telefoon krijgt en het is wauw, wat zijn jullie snel en wat zitten jullie bovenop. En het enthousiasme wat de klant direct teweeg brengt, dat is wel aanstekelijk. Wauwmomenten, de reacties op de wauwmomenten, ja die zijn er zeker. Dus waar ik het net al over had, het enthousiasme dat je zo snel gebeld wordt, die is er zeker. Dus helemaal leuk, dus echt goed. Wat betreft het wauwgedeelte bij de klant. We hebben een hele mooi voorbeeld. Een klant die uiteindelijk afsluit met de zin, jullie kunnen hier je marketing aan optuigen. U wordt al gebeld voordat ik mijn aanvraag inschiet. Hij zegt, dat is het ultieme wow-gevoel. Ja, jullie goed gedaan met zo'n snelle reactie. Ik hoor uw vrouw op de achtergrond. Ja, leuk. Dat is toch mooi. Kan je in de volgende reclamecampagne gebruiken. Nog niet eens ingevuld op uw wordt al gebeld. Zoals dat altijd is, als je iets nieuws start, heb je altijd even een wenfase. Maar ik denk dat vooral bij ons intern, dat we hebben laten zien dat dit werkt. Door de vele afspraken die we maken. En dat zie je wat groeien bij ons binnen het bedrijf. Maar dat heeft even wat tijd nodig. Als je met Coldrip aan de gang gaat en je merkt dat het succes oplevert. Hè, dat er conversie hoger wordt, meer succes, meer verkopen. Ja, de voordelen van Coldrip komen dan naar boven en dan word je vanzelf enthousiast. Een verkoper wordt enthousiaster naarmate die zijn eigen afspraken kan maken. Daar proberen we ook zoveel mogelijk de focus op te leggen, dat hij zijn eigen afspraken maakt. Want als hij in staat is zijn eigen afspraken te maken, wij geven hem dat gereedschap. Dan heeft hij dus ook de klant zelf aan zijn bureau zitten om een offerte te maken. En is hij ook genegen om die offerte te laten converteren naar een order. De verandering in het opvolgingsproces binnen ons bedrijf is dat wij de lead langer in beeld houden. Hij komt binnen bij Coldrip en uiteindelijk komt hij ook ergens in ons DMS-systeem terecht. En het grote voordeel is dat wij voorheen misschien 1-2 dagen de lead in beeld hadden en dan was hij weg. En nu zijn we echt ruim 2-3 weken mee bezig. Wat vooral Coldrip bij ons veranderd heeft, is dat we van vroeger een lead in een mailbox en er op een tijd dat het ons paste achteraan gingen, maar de kans groot is dat je de klant niet te pakken krijgt, van uiteindelijk naar de klant te pakken krijgen op het moment dat het hem ook uitkomt.
Het doel van de telefonische opvolging voor mij persoonlijk is dat ik probeer de afspraak te maken. Dus dat de lead daadwerkelijk naar de showroom komt. Je merkt dat door het snelle opvolgen naar een klant, de klant zo enthousiast is, die eerder ook genegen is om een afspraak te maken. Dat is ook ons hoofddoel, om hem daarna zeg maar aan het bureau te krijgen, waar we vervolgens de auto verkopen. Hoe we er nu tegenaan kijken? Ja, enthousiast, makkelijk. Het bespaart ons heel veel tijd. Vooral ook omdat wij zelf niet telkens er maar achteraan hoeven te gaan en de klant gewoon te pakken te krijgen in het moment. Wat wij merken aan resultaten nu wij werken met Coldrip is dat het echt leeft binnen ons bedrijf. Voorheen was het de leadsopvolging een stille leadsopvolging. Hè? Nu gaat het meer leven, het is heel actief, het is hoorbaar, het is zichtbaar. Dus wij moeten er veel proactiever mee omgaan met de leadopvolging. En dat werkt. Het werkt in resultaten, maar het werkt ook als gespreksonderwerp dat het veel meer leeft onder mij en mijn collega's. Als we het even hebben over wat cijfers. Wij zijn 1 november gestart met het merk Hyundai. Daarvoor deden we leadopvolging in 62% van de gevallen binnen een uur. Op het moment, en dat is gewoon live, doen wij dat binnen 1,5 minuut in 83% van de gevallen. Dus dat zijn wel stappen. Ik zag namelijk dat u graag een proefrit wilde maken in de Hyundai Kona Electric. Heel ja, hè? Nou, op het moment dat ik een Coldrip binnenkrijg, dan zijn mensen heel erg enthousiast en vinden ze het fijn dat je heel snel belt. Op het moment dat de telefoon overgaat, het is Coldrip, krijgen we heel even kort te horen wie dat de klant is, waar die over belt. En dan uiteindelijk krijgen we op hele korte tijd het telefoongesprek door met de klant. Coldrip zorgt er voor ons voor dat we er sneller op reageren. Want als het bij ons in Lef binnenkomt, dan duurt het vaak wel langer voordat we erop reageren. Omdat je dan denkt van het komt wel. En die Coldrip die komt meteen binnen, dus dat moet je meteen oppakken. Nou, ik vind het inderdaad zelf erg prettig om met Coldrip te werken. En dat heeft echt te maken dat het me gewoon ontzettend veel tijd scheelt. De PPR is een hulpmiddel waarin wij samen met de consultant van Coldrip gaan kijken hoe wij onze gesprekken voeren en hoe we die nog kunnen verbeteren. Nou, Coldrip zorgt er ook voor dat op vaste meetpunten beoordeeld wordt. Ja, die lichten we er dan ook uit. En dan weten we precies waarop we moeten coachen. Nou, tijdens de PPR bespreken we onze scores op de vaste meetpunten. En benoemen we dus ook onze zwakke plekken. En weten we exact waar we moeten groeien. De verkoopgesprekken die worden dus opgenomen. En die worden dus individueel beoordeeld. Dat voelt een beetje als controlerend. Maar het is natuurlijk wel heel interessant om terug te kijken van hoe je beoordeeld wordt. En waar je verbeterpunten liggen op dat moment. De PPR draagt bij bij ons aan het verbeteren van de processen door exact uit te lichten waar het aan schort. En specifiek daarover te klankborden samen. En ook tips te krijgen van hoe kunnen we daar nou mee omgaan. Na de 2 PPR's die we gehad hebben, zijn we er zelf ook actief mee aan de slag gegaan. En tijdens de verkoopoverleggen luisteren we dus op regelmaat ook de gesprekken terug. Om er zelf ook scherp op te blijven. Ja, we zien wel eens tijdens een PPR, omdat natuurlijk de gesprekken opgenomen worden. Dat wat als negatief wordt ervaren. Maar ook, we zien daarna ook al heel snel door die verbeterpunten, het benoemen van de verbeterpunten en het aanreiken van de gereedschappen, dat iemand stappen zet en ook zo door het bezwaar heen is. Nee, je ziet iemand dan consequent scoren, dan wordt het ook leuk om je eigen afspraken te maken. Want dan heb je je klant aan tafel en kun je ook je eigen auto verkopen. Ik zal Coldrip zeker aanraden, omdat we duidelijk kunnen zien dat we meer afspraken maken en daaruit natuurlijk meer kunnen verkopen. In deze tijd, een tijd waarin een klant vooral zich online oriënteert, zul je als zijnde dealer je leadproces goed tegen het licht moeten houden. Ik vind dat we dat bij Harris heel goed gedaan hebben. Er was al een goed leadproces. We hebben dat verder geoptimaliseerd. En Coldrip sluit daar meer dan goed aan de voorkant op aan. Om over de hele breedte daar een goed resultaat uit te halen. Ik zou Coldrip aanraden om de volgende reden. Nou, dus in ieder geval die snelle reactietijd die je kunt geven aan de lead die binnenkomt. Hogere conversie, meer succes, meer verkoop. Super. Ben ik de donderdag? Nou, yes. Mooi. Tot donderdag. Oké, okay, bedankt voor je snelle bellen. Daag. Doei.